Waarbij het gaat over de situatie in het land. Henry Ory, een bekend gezicht, na die verkiezing, toe direct na die verkiezing, maar vaker in dit programma. Wat zegt Henry Ory aan het volk in deze moeilijke tijd? Nou, ik zou zeggen, lieve landgenoten, het is geen mooie zaak. U heeft het heel moeilijk, maar gelooft u wel dat deze regering hard hun best doet? Onze slogan was Red Suriname. Ik zou het veranderen, Red Suriname en de Surinamers. U moet blijven geloven in deze regering. Ik blijf geloven in deze president. Er is kritiek. We gaan een resetknop moeten drukken. En vooral moeten we werken aan een stukje zelfwerkzaamheid van u. En veel solidariteit. In die zin van dat we ook de allerarmsten onder ons een beetje kunnen helpen. Laten we voor elkaar zorgen. Maar ik geloof ook echt dat wij eruit gaan komen. Deze regering krijgt een eerlijke kans, moet een eerlijke kans krijgen. En we moeten verder ook uitkijken van hoe we het verder kunnen continueren. Maar ik heb belief dat we met dit team ook verder moeten met een aantal aanpassingen om Suriname werkelijk te redden. En dus de Surinamers.